Bol Ibiza cardigan vest. We gaan beginnen met grannies te maken. Die gaan wij op deze manier vastmaken om ons lijf. Je moet zorgen dat bij de voorkant ruimte overblijft om de kraag aan te maken. Het is bijna een massieve granny, maar toch net iets anders. In de eerste twee ringen heb je eigenlijk een standaard granny en daarna krijg je de twee toeren massieve grannies. Hier gaan we mee beginnen. Dit even als voorbeeld. Ik ga het vest volledig haken met één kleur, met Royal. Dat is kleurnummer 02 lot 156. Is niet heel erg belangrijk, want het is een oude lotnummer nog. Hier zit ongeveer 241 meter op. Ik ga deze vest haken met een 4 mm haaknaald. Ik adviseer je, als je deze graag gebruikt en je hebt een wat grotere maat, je komt niet uit, neem een 4,5 mm. Dus altijd even passen. Meet jezelf rondom de borst op minus ongeveer 7 tot 8 centimeter ruimte voor open houden en 2 centimeter onder de oksel. Dan ga je één granny haak op 4 mm haaknaald en eentje op 4,5 mm. Zo kan je precies uitrekenen welke haaknaald jij nodig hebt. Kom je nou niet uit met één granny aan de voorkant, dan neem je 2 grannies aan de voorkant. Maar je moet een ruimte voor open houden, want er komt nog een complete kraag aan. Voor degene die het wil weten hoe ik mijn bollen start, ik laat de wikkel eromheen en ik haal hem eruit aan de binnenkant. Als je de bollen leesbaar neemt met de wikkel en je steekt je vingers erin, dan voel je zelfs een klein plukje en die kan je eruit halen en dan heb jij het begin van je bol. Dan kan je hem gewoon wegleggen en kan je hem zo langzaam eruit halen en dan kan je haken. Goed, we gaan beginnen. Ik ga je twee manieren laten zien. Een magische cirkel of de ketting maken en deze sluiten. Maar in de cirkel gaan we mee starten. Je houdt hem tussen je duim en je ringvinger vast. Je slaat hem 2 maal om je wijs en je middelvinger heen. Dan draai je om. Hou je die even vast met je duim en je pink. En pak je hem daar vast. Steek je haaknaald onder de 2 draden door. Pak je draad op. En maak een vaste. Zo zit je werk vast en gaat het nergens meer heen. Dan kun je starten met je eerste stokje. Dus dan maak je nog 2 losse bij. Je telt dus eerst een stokje en dan ga je beginnen met haken. Dus het tweede stokje en hier is het derde stokje. Als je nou klaar bent, trek je aan dit koordje hier en zie je dat eentje opschuift en de ander niet. Werk daarmee. Je voelt vanzelf als je aan het koordje trekt, aan het touwtje trekt, dat de ene kant wel meegaat en de andere kant niet. Zo sluit je hem op. We moeten zorgen dat allebei de lussen compleet naar binnen trekken. Als je de verkeerde trekt, kan je niet meer aantrekken. En zo kan je je magische cirkel sluiten. Ik zal het nog één keer laten zien. Dus even vasthouden. 2 keer om de wijsvinger en de middelvinger heen. Dan draai je werk om. Hou je hem hier vast. Onder je draden door. Pak je hem op en een vaste maken. En je draad zit vast. Haal je vingers uit en dit is je trekkoordje. De onderste zal zich naar binnen trekken, de bovenste niet. Dus die bovenste pak je vast, dan trek je door. En dan pak je die onderste en dan trek je de andere lus naar binnen. Trek je helemaal door. Hier is die draad, met deze trek ik hem weg. Zie je naar binnen gaan. Dus even oefenen in het begin, maar als je hem eenmaal te pakken hebt, dan weet je niet beter meer. En nou trek je hier aan en trek je hem compleet aan. Goed, ik ga het nu op de makkelijke manier doen. Ik ga een ketting haken van 4 of 5 los en die sluit ik met een half vast in de eerste. Zet mijn haaknaald onder de draad, ik hou dus mijn draad met mijn wijsvinger mijn duim vast en de andere met mijn ringvinger en mijn middelvinger. Zet je haaknaald eronder, dan draai je omheen. Dus aan de buitenkant van de draden, dus de ondersteken, om de draden heen draaien. Pak je draad en haal hem er door. Dan is je eerste losse gemaakt. Ik zal het nog een keer laten zien. Dus tussen de duim en de wijsvinger, tussen de middelvinger en de ringvinger. Onderkant steek je haaknaald tegenaan. Doe je eigenlijk dit, hè. Ga je er omheen, dan heb je een twist erin. Dan pak je dit draad, want het is je werkdraad. En dan trek je hem er doorheen. Je eerste losse gemaakt.
Ik adviseer je dan vervolgens om even goed aan te trekken dat er een knoopje in zit. En dan ga je pas tellen. Dus die lus tel je niet mee. Dan gaan we tellen. 1, 2, 3, 4. Ik vind 4 genoeg voor mij. Als jij 5 liever hebt, dan maak je er 5. Is even een gevoelskwestie. Dan steek je onder de eerste lus door. In de eerste lus door. En sluit je de ketting met een halve vaste. Moet je even goed kijken waar je ketting is. Hier is mijn ingang. Hier. Dus daar ga ik mijn stokjes in haken. We gaan eerst 3 losse haken. 1, 2, 3. Dan in de ketting van de 4, dus het magische ring. Dus je ringetje die je gemaakt hebt, haak je nog eens 2 stokjes bij. 1 en nummer 2. Dan haak je 1 losse en haak je nog eens 2 stokjes bij. Dat is gewoon eigenlijk het basisprincipe van een granny haken. 1, 2 en nummer 3. Nog een keer 1 losse en weer 3 stokjes in de ring. 1, 2. En nummer 3. 1 losse. En dan de laatste 3 stokjes in de ring. 1. 2. En nummer 3. 1 losse. En dan zoek je van die ketting je derde steek op. Het kan zijn dat die eerste verdwenen is onder je werk. Dus let daar even op. En dan sluit je af met een halve vaste. Dan heb je hier je staartje en dan kan je hem nog een beetje aantrekken en dan is hij goed gesloten. Nou lijkt het op een mooi ringetje. Dan gaan we verder met de volgende toer. We gaan nu eerst half vaste haken tot de eerstvolgende losse ruimte. Dus hier hebben we 1 halve vast in het eerste stokje, het tweede stokje, sorry, tussen de tweede en de derde. Dus maak je dus een halve vaste en dan ben je in de losse ruimte. Maak je een halve vaste. Dan 3 losse haken. Stelt als je eerste stokje. In die losse ruimte maak je nog 2 stokjes bij. 1 en nummer 2. 1 losse en nog 3 stokjes in diezelfde losse ruimte. 1, 2 en nummer 3. Nu, 1 losse naar de volgende losse ruimte en daar haak je weer 3 stokjes in. 1, 2 en nummer 3. 1 losse en in dezelfde ruimte nogmaals 3 stokjes. 1, 2 en nummer 3. 1 losse naar de volgende losse ruimte. Dan sla je eigenlijk dus 3 stokjes over. En dan ben je in de volgende losse ruimte. Daar maak je weer 3 stokjes in. En dat is nummer 3. 1 losse. En weer 3 stokjes in dezelfde ruimte. Zo creëer je mooie hoeken en dan gaan we daarna door naar toer nummer 3. 1 losse. Hier is de laatste hoek. Daar gaan we hetzelfde herhalen. 3 stokjes. 1, 2 en nummer 3. 1 losse. En nog eens 3 stokjes erbij. 1, 2 en nummer 3. 1 losse. En per ketting van 3 is de eerste, tweede. In de derde lus sluit je met een halve vaste. Nu hebben we een klein vierkantje. En dat is de basis van de eerste granny. Gaan we naar toer nummer 3. Als jij met kleurwisselingen werkt, elke toer kleur wisselen. Aanhechten daar waar we nu afsluiten. Dus hier sluiten we nu af en dan gaan we gewoon 3 losse haken. Als jij dus kleurwisselingen doet, hier afhechten en ook daar aanhechten. Op de volgende 2 stokjes gaan we ook weer een stokje haken. Let wel, je werkt aan de goede kant van je werk. Dus de werklus zit niet aan de linkerkant van je stok. Maar aan de rechterkant. Dus hier heb je stokje en dan is dit jouw werklus. Hier,
Ik zal eens inzoomen. Even beter te laten zien. Even kijken. Zo. Ik denk dat het zo wel zichtbaar is. Hier heb je een stokje. Dit is het stokje. Hier zit je werklus. Dus aan de rechterkant van je stok. Daar zit je werklus. Als je hem nou zou draaien, dan heb je hier je stokje. En dan zit eigenlijk als het ware je lus aan de linkerkant van je stokje. Daar. Maar we werken deze grannies alleen maar aan de goede kant van het werk. Dus, we hebben nou dus 3 lossen gehaakt. En dan gaan we door. In de volgende maken we een stokje. Die 3 lossen telt trouwens ook als het eerste stokje. Hè? Dus dit is nummer 2. Daarnaast, nummer 3. En dan zijn we in de losse ruimte. In plaats van 3 stokjes gaan we nu 2 stokjes haken. Dus nummer 1. Nummer 2. Nu 1 losse. En in dezelfde ruimte weer 2 stokjes. 1. En nummer 2. Omdat we nu dus aan de goede kant van het werk werken, en je werk dus aan de rechterkant zit, kan het zijn dat je steek verdwijnt onder die 4 stokjes. Dus schuift een beetje op en dan komt hij hier al tevoorschijn. Hier. Gaan we over alle stokjes gaan wij een stokje haken. Dus in totaal 6 stokjes in de rij. Dus nummer 2 en nummer 3. Die losse hier, die slaan we over. Dus we gaan naar de volgende 3 stokjes. En daar maken we de volgende 3 stokjes in. 1, nummer 2 en nummer 3. Nu zijn we in de hoek aangekomen. In de hoek maken we weer 2 stokjes. 1 en nummer 2. 1 losse. Plus nog eens in dezelfde hoek 2 stokjes erbij. 1. En nummer 2. Nu weer hetzelfde verhaal. Het werk iets opschuiven en daar komt je werklus naar voren. Dan gaan we weer 6 stokjes in de rij haken. 1. Nummer 2. Nummer 3. Losse slaan we over. Volgende 3 stokjes. Dus nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Hebben we de losse ruimte, dan maken we hier 2 stokjes in. 1 en nummer 2. 1 losse en in dezelfde ruimte 2 stokjes. 1 en nummer 2. Nu zijn we bij de andere kant, andere zijde aangekomen. Weer het werk iets opschuiven, daar komt je steek weer naar voren. In die steek maak je weer een stokje. 6 stuks op een rij. Dus nummer 2, nummer 3, losse overslaan in de volgende 3, verder, 1, sorry, 2 en nummer 3. In de losse ruimte maak je weer 2 stokjes, 1, nummer 2, 1 losse plus nog 2 stokjes erbij. 1 en nummer 2. En nu zijn we aangekomen bij het begin van de toer. Dan maken we boven de 3 stokjes nog een stokje. Dus hier gaat het werk iets opschuiven. Eerste stokje. Tweede stokje. En het derde stokje. Hier hadden we er al 3 gehaakt. Hè? Dus 3 losse plus 2 stokjes daarnaast. Dus ook een 3 stuks bij elkaar. Gaan we sluiten in het derde losse van de 3 stuks die je opgehaakt hebt. Zo. Toer 3 is nu klaar. Dan gaan we beginnen aan toer 4. En dat is de laatste toer. Als je kleurwisseling doet, hier afhechten en hier ook weer aanhechten. 3 losse haken. Stel voor als je eerste stokje. En dan gaan we tot de hoek haken. Het zijn er nu nog 4, inclusief deze is dat 5.
is nummer 1. Daarnaast is nummer 2. Dit getal is nummer 3, hè, want die eerste drie losse tellen ook mee. Volgende stokje is nummer 4. En dat is nummer 5. Hier hebben we de losse ruimte. Daar maak je ook weer 2 stokjes in. Even iets uitzoomen, dan kan ik het wat makkelijker laten zien. Hier is de losse ruimte. Daar maak je 2 stokjes in. 1. En nummer 2. 1 losse. In dezelfde losse ruimte maak je nog eens 2 stokjes bij. 1. En nummer 2. Nu hetzelfde verhaal, alleen nu moeten we over 10 stokjes een stokje gaan maken. Werk iets opschuiven. Aan de rechterkant zit je werklus. Dus het eerste stokje. Tweede stokje. Derde stokje. Vierde. Vijfde. Zesde. Zevende, achtste stokje, negende en het tiende stokje. Dan zijn we aangekomen in de losse ruimte. In de losse ruimte maak je weer 2 stokjes. 1, 2, 1 losse en in dezelfde losse ruimte nogmaals 2 stokjes. 1, 2. Hier weer 10 stokjes. Iedere steek dus 1 stokje. Ook weer even die hoek wat opschuiven. Dan komt je steek naar voren. Ik ga nu even een beetje tempo maken. Want ik geloof dat jullie nu al weten hoe je een stokje moet maken. En waar te plaatsen. Zo. Anders gaat de film te lang duren. Zo. Zijn we bij de volgende hoek aangekomen. In de hoek weer 2 stokjes. 1. 2. 1 losse. Plus nog eens 2 stokjes erbij. Hier weer 10 stokjes bovenop. Werk weer iets opschuiven zodat je werklus naar voren komt. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 en nummer 10. Zijn we aangekomen in de losse ruimte. Daar maak je weer 2 stokjes in. 1, nummer 2, 1 losse maken plus nog 2 stokken erbij. 1 en nummer 2. Werk opschuiven, 5 stokjes maken. 1, 2, 3, 4 en nummer 5. En dan zijn we aangekomen bij het begin van de toer. In de derde lus sluiten met een halve vaste. Zo. Dit is de granny. Zelfde als deze. Je ziet een maatverschil. Ik heb nu met een 4 mm haaknaald gehaakt. Die heb ik met een 4,5 mm haaknaald gehaakt. Die heb ik ook met een 4 mm haaknaald gehaakt. Maar ik wil je laten zien dat kleuren van het garen ook een hoop doet. Zie je? Hier. Dus pas hem echt, meet jezelf op en zorg ervoor dat je van punt tot punt meet. Dat moet om je lijf heen, zoals in het patroon beschreven staat. En dan gaan we volgende keer starten met deel 2. Dan gaan we alle granny's aan elkaar maken en de basistoeren leggen. En dan gaan we het lijfgedeelte maken voor de Boho Ibiza Fest. Dit is de granny. Voor maat 36 adviseer ik 5 granny's, 3 rugband en 2 voor. En zo ga je eigenlijk door met passen. Ik wens je heel veel succes en deel 2 gaat los.